Herbert hier in onze vrolijke vrijdag. Zondagvoormiddag kan je weer aan het werk zien natuurlijk. Wie daar te gast is, dat verklap ik je straks. Maar eerst al even vooruitblikken. 6 november, bij zondagavond 6 november, om 9 uur, kan de menskijker jou terugvinden bij HD Misha. Ja. Maar die week is ook een belangrijke week, hè? Want op 4 en 11 november ga je iets speciaals doen. Ja, het is zo dat ik al een jaar eigenlijk... tour is een groot woord, met COVID en zo vallen er veel dingen weg. Maar we hebben toch een hele serie al afgehandeld met Stef van Uitvank. Is eigenlijk de band die... Misschien ken je de naam natuurlijk. Ja, de naam doet wel een belletje rinkelen. Heeft ook dingen meegedaan. De Voice. Hele goede singer-songwriter trouwens, wat jij ook bent. Ja, en, dank je. Maar die speelt onwaarschijnlijk, heeft het mooiste klank, vind ik, in heel de Benelux, op mondharmonica. Dus wat doen we? We doen 100 jaar toets, die nu gevierd wordt. Ja. Een van de tributes, er zijn verschillende ensembles die toeren in de Benelux rond toets. En ik heb het geluk gehad om heel veel met toets. Allee, zeer sporadisch, van zware jongens tot jazz optredens, tot als ik de Amerikanen moest vervangen met mijn groep Jazz Circle. Ja. Ik heb veel mogen close met toets werken. Ook in de studio, bij hem thuis, filmmuziek en veel jazz. En toets is mijn grote, grote papa. Het is ongelooflijk. En we gaan elkaar binnenkort... Allee, ik hoop dat het nog een tijdje duurt voor mij. Terugzien en veel jammen daar. Ergens waar hij ook is. Maar het gaat rond toets. En wij doen dat in duo. Stef is een ongelooflijke lyricus. Prachtig melodisch. En heeft een hele mooie klank. En wat Stef zo siert, is hij imiteert toets niet. Wat wel veel gedaan wordt. Ja, dat wordt dus soms hij gedaan. Doet, hij heeft die sound. Hij is ook geen, zoals ik, een echte jazzer. Hij geeft dat ook toe. Maar toets speelde ook niet altijd echte pure jazz. Nee. Entertainment, veel heel gevarieerd repertoire. En daar doen we het nu mee. En dus op 4 november zitten wij in Stef van Uitvang en ik in de kerk. Ja, ik kom weer in de kerk, we hebben het erover gehad. Met mijn katholieke achtergrond. Maar ja. Het is wel tof. Het is dankbaar om in kerken te spelen. Het heeft kerk... van nature ook een mooie akoestiek, toch natuurlijk. Ja. En dat is de kerk van Staatsegem. Of All Places, dat is vlakbij Aarelbeke. Okay. In Kortrijk, voor de mensen van West-Vlaanderen. Dus in de kerk van Staatsegem, s'avonds een avondoptreden, 2 uur. Dus volledig tribute to Toets Tielemans. Dus met Stef van Uitvang, mondharmonica, en ik op vleugel en keyboard. En dan is er ook dan 11 november voor de mensen van meer zo Brabant en het Aalsterse rond Aflieghem. En spelen wij op 11 november, dat is dan Wapenstilstand. Spelen wij een aperitiefconcert om 11 uur. Dat is dan maar... 75 minuten lang, ja. In één deel, in het cultureel centrum van Liedekerke. Liedekerke. Okay. Dat is vlakbij Aflieghem, denk ik. Ja, niet zover. Dus, en dat is ook met Stef. En dat zijn de twee die we nu nog doen. Hopelijk komen er nog anderen uit. Maar dus, en dat is wel echt, daar raad ik wel aan. Dat is wel, want het gaat allemaal over toets. De muziek die toets lief had en die hij graag speelde. En ook zijn stuk. Hij heeft mooie dingen gemaakt. Ja. Hij heeft niet zoveel gecomponeerd. Maar de dingen die hij componeerde, ook onder andere voor Huguette, zijn vrouw, prachtig. For My Lady is dat. Ja. Dus ik heb enorm respect voor toets. En ik doe dat met zoveel warmte en liefde voor... Ik voel de liefde helemaal tot hier komen. Ja, toets heeft mij... Ja. Voilà. Dus als de mensen thuis een Toets Tielemans-fan zijn... Ja, dan moet je 4 of 11 november zeker gaan kijken. Ja. Lieve Tars, mag ik jou bedanken. Dank om je wel, lieve Céline. Nog even binnen te springen bij ons. Ik vond het een heel fijn onderrondje. Ja. Wat mag ik jou vandaag nog toewensen? Heb je nog plannen? Vandaag is een beetje... ik geef vanavond les aan een van mijn beste vrienden. Mijn beste sound engineer, die mij overal ook bijstaat voor klank en in mijn studio als ik opneem, technisch. Ludo van Driessen. Maar is een fantastisch... Hij speelt ook klassieke piano. Okay. Maar die wil jazz. En ik breng hem wel jazz bij. En nu en dan, als ik een keer een vrije avond heb... Vanavond heb ik hem beloofd. En hij zei ook, ja, vrijdag. Ik zeg, het is echt mijn vrije dag, dus ik ben vrij. Ja, dus voilà. Ik noem dat zo. Dus vandaag ben ik vanmiddag een beetje chillen gewoon. Even boodschappen doen, en rustig. Vanavond... En ik geef geen babysit, want ik babysit heel veel op. Maar dus vanavond geef ik een uur of 3 les, jazzles. Jazzharmonie voor Ludo. Massive, dat is wat ik nu vanavond doe. Oké, ik wens jou een heel fijne avond toe. En vooral ook wel een vrienden onder onsje natuurlijk. Ja. Wij gaan verder met eentje van Chris de Burg, Lady in Red. En blijf natuurlijk nog bij ons op deze vrolijke vrijdag, want ik ben zeker nog niet weg. Tot 2 uur hou ik je live gezelschap vanuit onze Mint Studio. Dus zeker blijven hangen.